Goedemiddag, ja. Hoe is het met jou? Want jij hebt wel even een mooie week, of niet? Ja, zeker. Ja, nationaal voetbalkampioen, hè? Dus... Ja, en dat is echt niet niks. Ik zag je bij het NOS-journaal, ik zag je overal, de PCC, de omroep. Want, vertel eens kort, hè. Ik heb je een tijdje teruggezien in de bibliotheek. Dat was volgens mij de provinciale voorleeswedstrijd. Ja, klopt. Maar vertel eens wat over jezelf. Op welke school zit je en hoe ben je hierin beland? Nou, ik ben Guus Jansen, ik ben 11 jaar en ik zit op de Regenboogschool in Middelburg. En de Regenboogschool die doet ook mee met de voorleeswedstrijd. Dus nou, de dag van tevoren dacht ik er nog aan, voorleeswedstrijd. Nou, dat doe ik dit jaar wel aan mee. Dus ik ging nog even snel iets voorbereiden. En toen mocht ik door naar de, want de klas had allemaal op mij gestemd. Tenminste, een grote deel. Ja. En toen mocht ik door naar de school, dus van groep 6, 7 en 8 was er iemand. En toen mocht ik ook nog door naar de Walgersronde. Oh, die was er ook nog tussen? Ja. Okay. En toen ik die won, ook nog naar de provinciale. Daar was ik bij, hè? Ja. En toen won die ook. En nu sta ik hier als nationale voorleeskampioen na de finale. Ja, dat is fantastisch. Ik vind dat je bent echt de held gewoon. Want we hebben het wel, als heel Nederland meedoet, hebben we het gewoon over 10.000 kinderen die mee hebben gedaan. Ja. En is dat dan van alle leeftijden of alleen allemaal kinderen van 11 of 10? Van 7, groep 7 en 8. Oké. Okay. Dus. Nou, nu word je dus door iedereen gebeld. Dus iedereen gaat met je aan de hand. Dus ja, nou ja, ik kom ook even langs. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Hè? Want je bent natuurlijk toch een Middelburger. Dus we zijn met z'n allen heel trots op jou. Hè? Ik zie naast je staan de bekers. En je hebt bij elke ronde 1 gewonnen. Maar wat is nou de grote cup die daar staat? Dit is de wisselbeker. Dit wordt gewoon elk jaar aan de winnaar gegeven. En deze, die mag je gewoon houden. Het is echt een flinke bokaal, hè? Ja, ja. Hij is vrij groot. Ja, het is echt fantastisch. En waar heb je nou uit voorgelezen? Wat voor boek? Jij bent een echte liefhebber van lezen? Of, Ja, ik lees echt hele dagen. Ja? En dat vind ik toch wel weer bijzonder. Want er zijn ook heel veel jongens van jouw leeftijd die vooral videogames doen en dat soort dingen. Daar ben jij daar niet zo van? Ja, het is wel leuk, maar lezen en buitenspelen, dat is natuurlijk ook gewoon Dat is heel goed, dat is echt heel goed. En maar waar las jij uit voor? Uit welk boek? Pretzels en Vechtvogels. Oké, die ken ik niet. Is dat een leuk boek? Toscamente? Toscamente. En Joshua Douglas. Nou, het zijn allemaal aparte verhalen over pretzels en pechvogels dus. En sommige zijn ook nog waar gebeurd. Ah ja? Dus ja, het is ook makkelijk lezen, want je kan gewoon even één verhaaltje doen en dan weer stoppen. Dus. Kan je eens een heel klein stukje doen van hoe je voorlas? Daar ben ik toch wel heel benieuwd. Ja. Ik heb het stiekem natuurlijk al een beetje gezien. Even kijken, wat zal ik eens doen? Maar op 15 januari 1919 ging het mis. Owen zat net bij de tank zijn emmertje vol te tappen toen hij zijn vader over het terrein zag naderen. Hij schrok zich rot, draaide vliegersvlug het kraantje dicht en wilde opstaan. Maar in zijn haast viel hij om en stootte het gammele kraantje van de tank. Met grote ogen staarde Owen naar de bruine straal die opeens uit het gaatje spoot. Vlug probeerde hij zijn vinger in het gaatje te steken, maar het gat was al te groot. Er verscheen een scheur en het spul gutste over Owens voeten en toen over zijn enkels. Nog even en hij kon zwemmen, maar daar wachtte Owen niet meer op en hij ging er vandoor. Hij was net bij het gat in het gaas toen de tank uit elkaar klapte. De knal was ver buiten Boston te horen. En iedereen schrok zich het apenzuur. En de stroopgolf die volgde, verzwolgde de halve stad. Fantastisch. Nou ja, maar ik snap het wel. Hè. Je doet het echt hartstikke goed. Dat is prachtig. Je zit er ook gelijk helemaal in. Ja. Je zou ook wel een goede toneelspeler kunnen zijn, denk ik. Of, ja? Ja? Denk je niet? Nou, misschien. Misschien. Want daar ben ik dan... Ja, je bent natuurlijk nog hartstikke jong. Maar weet jij al wat je later wil worden? Of wat je wil gaan doen voor school? Of... Nou, ik weet nog niet zeker, maar op dit moment denk ik, meester lijkt me wel wat. Oh ja, lekker zelf voor de ja, klas. Precies. Ja, dat is leuk. Nou, en tot slot, nu heb je dit gehad, de beker staan er, maar je moet ook nog terug naar school. Gaan er nog dingen gebeuren op school? Want ik zag vorige keer dat de halve klas stond te juichen met borden en dat gaan ze, maar je hebt ze nog niet gezien, de klasgenoten, of wel? Jawel, ze mochten ook allemaal mee naar Utrecht. Oh, okay. Die werden gewoon met een bus opgehaald. En dan ergens deze week wordt dan, als het goed is, ook nog gehuldigd. En ja, dan krijgt de hele school taart. Ja, dat zag ik ook bij de NOS, ja. Dat was de directrice beloofd voor de vorige keer. Dus die is mooi de Sjaak, hè? Ja. Nou, superleuk. Nou, ik dank je hartelijk voor je tijd. Ik wens je nog veel plezier met de rest. En ja. Mag je nou volgend jaar dan weer meedoen?
Denk het niet. Nee. En anders zou ik dat ook niet zo leuk vinden. Nee, één keer is wel mooi geweest. Ja, precies. Dankjewel, Guus. Fijne dag nog. Yes. Ja, bedankt. Ja, zeker. Het werd ook vrij laat op een duur, dus ik heb zeker wel lekker geslapen, ja. Nee. Ja, toen ik moest voorlezen, een klein beetje gezonde spanning, maar voor de rest van de dag eigenlijk niet.